Hey, en vet dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe Feed the Beast. Ik ben hier weer met Jannik. Peace. Uiteraard. Peace. En jullie vragen je vast af wat Jannik op zijn pickaxe heeft. En het is geworden. Ik weet zelf niet. Ja, dat is top secret. Ik ga weer weg. Doei. Nou, okay. Nee, ga weer. Doei. Dan ik hebben heb, we. Ik heb Unbreaking. Heel erg nuttig natuurlijk. Ik heb Fortune. En ik heb Efficiency. Fortune. Hoeveel? Nee, stop. Ik ben bijna dood. Ik heb Fortune 2. Nee, Fortune 3. Oh, de beste die er is, vriend. En ik heb Ender Eyes. En de to-do list natuurlijk. Nee, okay. Rustig aan. Ik huis pak bouwen, veel ruimte, kisten opslag, modulaire power suits naar de end. Even draakje en zo. Meer minen. Oké, okay, ja. Ik stel voor dat we eerst dan draakje gaan killen. Ja. Maar dan zijn we wel arrows nodig. Ja, inderdaad. Even kijken hoe het hier staat. Met al onze shit. Kip. Ja, oké. Okay. Ik stel dan voor dat we wat belangrijke items even droppen in een kist. Maar we hebben geen enchanted bow. Is het niet handig dan om eerst weer meer te gaan minen? Ja, en we hebben misschien wat betere armor nodig. En daarom modular power suits. Ja. Daarmee kun je coole armor maken. Hoe zo. Maak je en, die? Dan moeten we een tinker table gaan bouwen. Tinker table? Een tinker, power armor tinker table. Juist. Oh, die had ik hier al staan. Oh, dat is lapis lazuli en emerald en iron. Dat is vet weinig. Kortom, we moeten even naar de village gaan, die we al eerder hebben gevonden. Oh, en we moeten even switchen. Ja, inderdaad. Waar is de village ook alweer? Ik heb een waypoint staan, alleen we weten niet wat ze willen hebben, zeg maar. Dus we kunnen er wel gewoon even heen. Het is 250 blokken of zo. Oké, ik volg jou. Gewoon vanaf hier rechtdoor lopen en je komt er. En skeletons killen onderweg. Ja, for arrows en bones. Ik zou gewoon alles killen wat je kan killen. Yep. Bepaalde radius, gewoon klets! Oké, maar wat nou cool is, zeg maar, aan die modular power suits. Ga je dood? Nee, ik word geraakt. Het werkt als armor, maar je kunt er ook een jetpack en een parachute en al die shit op aan vastmaken gewoon. Oeh, gunstig. Dus je hebt zeg maar een jetpack en armor in één ding. Oeh, gunstig. Mhm. Zijn we er al bijna? Ja. Ik zie hem. Wie heeft deze village gevonden dan? Die had ik gevonden toen we door de woestijn gingen lopen. Ik kan me helemaal niets meer herinneren, joh. Volgens mij was dat best wel een tijdje geleden. Dat weten de kijkers vast wel welke episode dat is. Ja, ik zou hem echt niet meer kunnen herinneren. Volgens mij was Giel er toen ook nog bij. Met Giel zelfs nog? Yep. En hebben we hier wat nuttigs weg weten te halen dan? Volgens mij hadden we hier de aardappelen en de wortels vandaan. Oh, dat zou zomaar kunnen. Ho, doei! Eerst even wat eten. Voor Sparta! En ze zijn dood. Oké. Okay. Nou, eerst Volgens mij zitten er best wel veel villagers. Moeten we maar even kijken wat voor shit ze willen hebben. Oh, deze gast die dropt een boog. Zonder enchantment. Daar hebben we niet zoveel aan. Deze wil 23 coal. Dus dat is nog wel redelijk te doen. Ik heb coal mee. 31 coal hier. Oh, hier kan je. Oh, boom. Deze man wil 23 coal. Hier. Okay. Hier. Hij staat bij de deur. Dan gaan we dat even ruilen. Oké, ik heb een emerald, dus we kunnen hier weer weg. Doei, fijne dag verder allemaal weer. Ik heb de boel een beetje laten ontploffen. Vandalisme hier zo, maar dat is hun eigen probleem. Ja, daar hebben ze vast wel een timmerman ervoor en een metselaars en et cetera. Ja, hoe cool zou het zijn als villagers echt iets gingen doen? Gewoon bouwen of zo. Zo, dat je echt je eigen model, dat je je eigen manschappen in kan huren om voor jou aan het werk te gaan, om shit te bouwen. Ja, daar was wel zo'n mod voor. Alleen, als ze nou gewoon in Minecraft zit, dan zou het veel cooler zijn. Ja. Ja, dat zou fucking vet zijn. Dat je gewoon kan selecteren wat voor shit je wil, gewoon pap. Hoeveel pijlen heb jij nu? Ik heb er maar 2. Ik heb op dit moment maar 3. Jemig. Maar we hebben nog wel wat in kisten zitten, denk ik. En we kunnen nog wel maken. Want we hebben volgens mij nog wel feathers en dat is blind. Waar. Maar we hebben geen enkel enchanted bow. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Het komt nog wel. We moeten gewoon even weer wat XP krijgen. Dat is waar. Ik zie hier een Enderman. Moet ik hem killen? Kun je doen. Alleen we kunnen ook gewoon met Iron Ender Pearls maken. Maar ja, we hebben toch goede gear. Sheesh.
Oké, okay, ik ga gewoon even naar het huis rennen. Ik vind ja, het ik veel ben te veel ook onderweg monsters. naar huis, maar... Oh, ik ben al thuis. Haha. Ik ook. Echt niet? Echt wel, ik sta een paar blokjes achter jou. Ja, maar ik ben eerder lekker beu. Lekker beu. Ja, maar ik heb een emerald. Lekker ik ben beu. Lekker eerder. Hebben we wel lapis lazuli? Yep. Ja, ik heb het net nog gesorteerd. Heb je het in je hand? Anders moet ik even... Oh, je gaat al. Ik heb het in het huis. Wat is dit? Oh, we hebben een Mace Raider. Heb jij dat gedaan? Die hebben we al lang. Weet je dat ik daar helemaal niet eens bij ben? Weet je dat ik met Tekkit altijd wist wat we hadden? En nu zeg ik echt zo van, hè? What the fuck, Jannik? Heb je dit en dat allemaal al gemaakt? Of hoe zit het? Ja, dan moet je wat beter opletten. Oké, okay, we hebben maar 2 lapis. Volgens mij hebben we 4 nodig. Ja. Misschien hebben we hier nog. Even kijken, lapis, lapis. Of, ik ga wel even kijken of we lapis lazuli kunnen maken. Want je kunt wel enderpearls maken. Ik ben aan het zoeken voor je. Lapis lazuli. Nee, dat kun je niet maken. We moeten het toch echt gaan vinden. Ik zit in een mijn eronder. Oké, even kijken. Gewoon even een strip mine maken. Tinker table. Oh ja, en 4 iron. We hebben precies 4 iron. Ah, maar dat is mooi, maar we moeten wel even de dingen vinden dan. Nee, ik zal dan ook wel even de mijn in gaan. Want ik heb ook fortune, dus... Oh, ik heb een cave. Dat is gunstig. Okay. Meestal kan je het wel vinden in een oogopslag lapis. In welke mijn zit jij ooit? Onder, naast het huis, links van het huis. Nou ja, want je bent al te ver, zeg maar, dat ik je niet meer op de map kan zien. Ik zit helemaal op niveau 11, helemaal onder de grond. Oh, ik zie jou nu. Nou, dan gaan we even kijken of we het kunnen vinden. Oh ja, als je iron vindt, alle iron is welkom, want we hebben hierna dus geen iron meer. En we hebben voor die power armor hebben we nog wel iron nodig, dus... Oké. Hoeveel? Volgens mij nog redelijk wat, dus gewoon alle iron die je ziet kun je meenemen. Ik ga even kijken of ik een cave kan vinden hier. Wat is dit dan? Oh, dit is lead ore. Nou, daar hebben we genoeg van. Oké, okay. Oh, ik ben alleen torches vergeten, stom. Nou ja, die heb ik ook niet. Oh nee, ik heb er wel een paar, maar niet superveel. En heb oh, je shit, lava. Nee, nog niet. Ik heb wel lava gevonden. Hmm. En ja, een grot. Is... Ik zit in een cave nu. Hoe moeilijk kan lapis zijn? Nou, weet ik niet. Het is echt best wel donker nu voor de kijkers. Het spijt me, ik zal jullie up-to-date houden wat ik allemaal vind, want ik zie nog helemaal niks. Vervelend. Kun je mij op de map zien? Want dan, als je daar van heen loopt... Ja, als jij recht mijn kant op hakt, je gaat recht, staat recht tegenover mij volgens mij. Nee, je moet mijn kant op hakken, want ik zit in een cave. Ja, ik kom jouw kant nu op. Oh, oké. Okay. Zie je mij niet dan? Jawel, maar heel erg vaag. Je kan toch mijn kant nu op hakken? Ik zit nu in dirt te hakken. Oh, dat is redstone. Hé, hey, we hebben licht! Ah, shit, skeletons. Het licht is weer weg. Helaas, stom licht. Ah, skeleton gekild met een arrow. Hoe ironisch. Ik heb iron. Oké, okay, nice, ik ook. En het allemaal mee. Oh, oh, ik heb een ravijn. Oh shit, een creeper. Ik hou niet van creepers, man. Rotbeesten. Oké, okay. Ik vind wel allemaal iron. Echt gewoon geen lapis lazuli. Ja, hoe raar kan dat zijn, man? Normaal dan, als je op zoek bent naar diamonds of zo, dan ja, vind je echt alleen maar lapis maar... en redstone. Ja, en nu niet. En nu wil je het zoeken en dan kan je het nooit vinden. Dat is zo nadelig. Dat is altijd zo. Jannik, waar ben je ongeveer? Want ik ben echt helemaal je kant. Ik zit in een grot. Ja. Oh, ik zie jouw naam. Maar het is een beetje donker. Oh, en ik word hier aangevallen. Door oh, allemaal, je hebt geen torches. Ik heb er een paar. Je zegt net, ik heb geen. Jawel, ik heb er een paar. Nope. Ik heb tungsten ore. Wat is dat? Tungsten. Zo handig. Kom, je bent 20 kilometer van mij vrij, of 20 meter van mij vrij. Kom. Oh, oké. Okay. Ik zit hier bij een lavapool, dus pas op waar je loopt. Ah, ik wil lapis, jezus. Ik zie ook allemaal emeralds en zo, en allemaal rubies. Ik en heb al die... redstone, maar... Nou, we willen geen redstone. Dit is...
Wat is dit ook alweer? Nicolite volgens mij. Oh, ik heb lapis, nice. Echt? Nice. Ja, en dan gebruik ik er fortune op. En dan hebben we belachelijk veel lapis nu. Ik hak je kant op. Zie je mij hakken? Nee, want het is hier donker. Ik heb nu 44 lapis. Blijf daar staan, hier, kom nu je kant op. Zie je mij? Hier. Ik wacht wel, ja, ik zie. Pas op voor de lava. Ik sta naast de lava. Oh, oké. Okay. Oh ja, ik zie je. Oké, okay, ik ga wel jouw kant op. Je arm. Oh! Oh my god. Nee, oh nee. Zo. Oh! Oh, daar was je echt lucky, man. Je hebt echt geluk dat ik een water bucket mee heb. What the fuck? Ik zat helemaal te zoeken om iets neer te zetten. Oei. Maar weet je, ik had echt dan heel toevallig, net tussen de twee opnames, had ik die water bucket even naast mijn inventory gezet. Ik dacht, nou, misschien is die nog wel handig straks. Yep. Hey, nou. Is dit geen diamond? Nee. Oh. Ah, jemig. Je gaat ook echt gewoon best wel vaak dood. Alleen deze kaart. Hier langs. Dat is slecht, Vincent. Beter oppassen. Sorry. Dankjewel voor het redden. Ja, ik ben de superhero, man. Iron Superman. We zijn wel gelukkig bijna thuis. Yep. De rechtszo die gaat omhoog nu. En we kunnen eindelijk die zooi gaan maken, dus... Janik, ik ben al boven. Bijna. Ja, ik besef wat eten. En eten gaat voor, natuurlijk. De liefde van de man gaat door de maag. Dan ga ik dit gewoon weghalen hierboven. Dan zijn we hier ook vanaf. Kijk zo, hop. Hop, is goed. Hop, 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 hop. Hop, 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 je bent toch geen konijn? Hop, 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 paardje in galop. Sinterklaas komt uit Spanje en heeft appeltjes van oranje altijd in galop. Hip, hop, hop, hoi. Oké, ik weet niet of dat een bekend liedje is of zo, maar ik heb geen idee wat dat was. Wat doe je hieronder dan voor dinges in die meesterator? Niks. Die gaat automatisch uit zichzelf liedjes maken zo. Nee, je moet hier coal in doen. Het is een generator. Of hout. Ja, of hout. Nou ja, weet je, we moeten binnenkort ook even een automatische houtfarm maken. Die zet ik ook op de lijst. Oké, maar nu moet je even dat ene maken dus. Ja, achtervoor. Automatic wood farm. Dat ik ga hem kan. Maken. Ja, dat kan. En dat is heel erg cool. Dus ja. Oké. Okay. Even kijken, ik moet eerst mijn inventory legen, want ik zit er helemaal... Oh, meen je dat? Ik kan niks meer bij. Helemaal niks. Oké, dat weg. Oh, onze kist zit ook vol. Ja, alles zit vol. Oké, ik ga hem nu maken. God damn it! Tinker table. Halleluja. Waar gaan we hem neerzetten? Die meesterreten die gaat in ieder geval wel normaal door. Waar zullen we onze tinker table neerzetten? Hier? Daar, oké, is goed. Ja, hij ziet er best wel cool uit trouwens. Zo. Wow! No Middler power suit items found in inventory. Make ik heb er toevallig ook een tekken tutorial van opgenomen, dus die komt binnenkort ook al een keer. Oeh, vet. Dus dan wordt het precies goed getimed. Dan doen we nu dit en dan ook in de tutorials. Nice. Dan ga ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze nieuwe Fear the Beast. We hebben vandaag weer heel veel gedaan. Daarvoor wil ik Janik van Werth Jaap Games natuurlijk weer hartstikke bedanken. Vond je dit leuk? Beloon dit met een duimpje omhoog. Vergeet niet op onze kanaal te abonneren. Zeg tegen jullie jongens en meisjes tot de volgende keer. En ciao.